alleen vandaag doe ik de meantime tag van Essie Button. Ik zag deze bij haar, ze heeft hem zo verzonnen. En ik vond hem gelijk heel erg leuk. Deze tag gaat over meantime, dus dat momentje of die dag voor jezelf. Wat ga je dan doen, wat heb je dan aan? En ja, daar ga ik jullie vandaag wat meer over vertellen. Ik heb de vragen in mijn telefoon. Gaan we beginnen met de eerste vraag. En die is, wat kijk of lees je? Ik ben gek op Modern Family en New Girl. Die kijk ik nu veel. Ik kijk ook gewoon afleveringen die ik al gezien heb. Ik blijf het gewoon ontzettend leuk vinden en heel grappig. Voor mij ook echt ontspanning. En qua boeken lees ik een boek over een beautyblogger. Ik kreeg een tweet van mijn lezeres dat ze dit boek las. En dat ze bij de hoofdpersonages aan mij en mijn vriend moest denken. Nou, daar raakte ik wel heel erg benieuwd. Dus ik ben begonnen met lezen. Ik heb, dit is het eerste deel. Die heb ik al gelezen. Daarin is ze nog geen beautyblogger. En ik ga beginnen aan het tweede deel. Waarin de hoofdpersonage beautyblogger wordt. Het zijn chicklits. En ik moet eerlijk zeggen dat ik normaal niet zo van chicklit hou. Ik lees eigenlijk nooit chicklit. Het is gewoon niet mijn type boek. Maar hier was ik zo ontzettend benieuwd naar dat ik heel erg veel zin heb om dit boek te gaan lezen. En heel erg benieuwd ben of ik mezelf er ook echt in herken. Wat draag je tijdens MeTime? En dan staat er hashtag no bra achter. Nou, ik ben persoonlijk dus eigenlijk best wel dol op mijn BH. Ik heb natuurlijk wel eens aan het eind van de dag dat ik denk, oh heerlijk, hij kwam uit. En dan voelt het heel erg fijn. Maar ik ook met MeTime draag ik gewoon een BH. Ik vind het gewoon fijn dat het gewoon stevig op zijn plek zit en dat het niet alle kanten op wiebelt. En ja, dus dat. Verder draag ik gewoon lekker mijn chillbroek. Ik heb nu ook een fijne aan. Ik heb er een heleboel met donuts, een tweet me broek, dus eigenlijk een pyjama, Minnie Mouse en een Chup Chup Minnie Mouse die ik nu aan heb. En ja, dat zijn eigenlijk delen van pyjama's. En die vind ik gewoon heel fijn. En ja, doe dan vaak ook mijn badjes erbij aan. Het zit gewoon heel erg lekker, comfortabel. En natuurlijk leuke sokken. Ik ben dol op sokken. Ik heb wat sokken met allemaal prints. En die koop ik nu vooral bij H&M. En die horen er ook bij. Wat zijn je favoriete MeTime producten? Nou, lekkere douchegels van Lush. Ik heb nu voor de kerst of het najaar een aantal hele fijne, ik moet zeggen, die ik eigenlijk het lekkerst vind. Hot Toddy. De Olive Branch en natuurlijk Snow Fairy. En van die eerste twee kun je een review zien in mijn Lush kerstreview. Als je even op klikt, dan ga je daar naartoe. En die vind ik gewoon echt heel erg lekker. Ook ben ik dol op Lemon Melt. Deze heb ik nu al een tijdje. Er zit een citroentje in de onderkant. En dit is ook gewoon een heerlijk, ja, dit is wat frisser product, maar ook erg lekker. En ja, gewoon iets luxer ook. Sowieso, Lush producten voelen altijd toch al zo luxe aan dat het gewoon, ja, echt verwendproducten zijn. En als laatste mijn favoriete body lotion, Celebrate, ook van Lush. En ja, ik vind het heerlijk om mijn huid te verzorgen. Ook scrub ik nog wel eens mijn huid. Gewoon even een oppepper geven, even die dode huidcellen eraf. En verder doe ik eigenlijk niet te veel. Misschien een beetje parfum. Maar gewoon dit soort meer dit soort producten om schoon te maken. En dat ik even lekker met je, ja, gewoon er tegenaan kan. Vaak was ik ook mijn haar. Ga ik helemaal lekker schoon in bed liggen. Schone pyjama, schoon haar, schoon lichaam. Bed verschoond vaak ook. En dan ben ik echt helemaal in mijn nopjes. Ik vond dat heel lekker. Ja, echt. Ik weet niet wat. Ja, een beetje zo lekker burgerlijk. Maar dat vind ik gewoon echt. Ik weet niet wat dat is. Vaak dan ook over mijn benen geschoren. En dan, ja, dat vind ik echt heel fijn. Dan slaap ik heel lekker. Ja. Wat is momenteel mijn favoriete nagellak? Dat is deze van Sally Hansen. De Miracle Gel. Dit is mijn favoriete kleurtje daarvan. All Choked Up 230 met de bijbehorende topcoat. En die, ja, die vind ik heel fijn. Die blijft heel lang zitten. Zowel op mijn handen als op mijn teennagels. Wat drink en eet je? Nou, ik maak graag een chai latte. Die heb ik nu ook hier. En dat is gewoon een heel simpel uit een zakje van de Xenos. Met wat melk. En ik doe het niet heel vaak. Maar als ik zin heb in iets lekkers. En dan tijdens MeTime. Lekker op bed met mijn laptop. Filmpje kijken of een serie. Dus Modern Family of New Girl. En dan dit erbij. Snoepen probeer ik, als ik heel eerlijk ben, niet zoveel te doen. En ik doe het wel. Maar ik wilde niet voor deze video per se snoep in huis halen. Om het te laten zien. En dat ik het dan ga opeten. Want ik ben dus echt iemand, als het in huis is, dan moet het op. Dat is echt een verschrikkelijke gewoonte. Maar het is echt gek op kinderchocolade bijvoorbeeld. Dat is echt mijn favoriete chocolade. Wat is je momenteel je favoriete kaars? En ik denk dat we vooral geurkaarsen wild worden. Maar ik hou helemaal niet van geurkaarsen. Ik hou gewoon van een lekkere frisse lucht. En
ik krijg hoofdpijn ervan en zo. Het is gewoon niet voor mij weggelegd. Op het toilet oké, okay, in de gang. Maar het liefst steek ik eigenlijk gewoon lekker wat vaccinelichtjes aan. Voor wat sfeer en om het toch wat knusser te maken. Dat vind ik dan wel heel erg leuk. Ga je ook wel eens uit de deur tijdens me-time? Nou, eigenlijk niet. Ik blijf zoveel mogelijk binnen het huis. Misschien dat ik eventjes nog wat boodschappen ga doen. Winkelen tijdens me-time? Ja, ik weet het niet. Ik heb dat eigenlijk, winkelen, ik begin het steeds meer leuk te vinden. Ik vind het dan wel leuk, bijvoorbeeld op zondag, als ik dan even met mijn vriend even de stad in ga. En dan gaan we lekker lunchen en dan gaan we even wat winkels in op die manier. Maar niet dat ik tijdens me-time alleen zo de stad in ga. Ja, tenzij ik echt wat moet hebben. Maar niet dat ik echt denk van, oh leuk. Ga je wel eens alleen naar de film? Nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Maar ik zou het zeker wel kunnen doen. Het is eigenlijk gewoon nooit voorgevallen dat ik een film heel graag wilde zien. En dat niemand met me mee wilde. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb bij The Fault in Our Stars er wel aan gedacht. The Fault in Our Stars, weet ik dat Teske alleen was geweest. En toen dacht ik, ik wilde de volgende dag gelijk gaan, want ze zei dat die heel mooi was. Toen dacht ik, oh, ik ga ook gewoon alleen. Maar uiteindelijk, toen hoefde dat toch niet, ben ik toch met iemand meegegaan. Daar heb ik toen wel over nagedacht, maar het bleek uiteindelijk niet nodig. Favoriete webshop. Want ja, tijdens me-time, webshoppen gebeurt ook zeker. Zeker met die laptop waar je dan zie je zo kijkt. Als ik ergens online winkel, is het eigenlijk alleen maar H&M. Gewoon omdat ik het tegenwoordig zo lastig vind met die maten. En bij H&M heb ik grof nog een beetje een idee. Als daar ga ik nu nog heel vaak de fout in dat iets veel te groot of veel te klein is. Ik weet het gewoon echt niet meer. Ook vind ik de outnet.com heel leuk. En dat is dan met designer spullen voor minder geld. Waar ik ook wel eens mijn tas heb gehaald. Zoals je in mijn tasfilmpje kon zien. En ja, daar kijk ik ook gewoon heel regelmatig op. Ik koop er bijna nooit iets. Maar ik denk dat misschien zit er wel iets heel tofs tussen. Dus die. Heb je nog iets toe te voegen? Nou, wat ik wel even wil zeggen is, ik ben dol op me-time. Zo lekker zoals ik nu zit. Lekker op mijn bed. Zo comfortabel. Lekker wat drinken erbij. Niks hoeven. Ik heb vaak dat ik dan toch, na een tijdje, toch echt wat wil gaan doen. En dan ga ik toch bloggen. Of ik ga toch, ja, wat Essie ook zei in haar video, dingen uitzoeken. Reorganiseren. Mijn kledingkast opnieuw indelen. Make-up sets uitzoeken. En wat ik ook heb, is dat ik de volgende dag, oh, ik het dan heerlijk vind als ik weer lekker me op kan tutten, mijn jeans aan kan doen. Als ik ziek ben geweest, heb ik dat ook. Als ik dan beter ben, oh, dan kan ik me weer leuk aankleden. En dan, ja, dat heb ik met me-time eigenlijk ook. Want ja, daar doe ik toch meestal geen make-up op en zo. En dan vind ik het heerlijk de volgende dag weer vol op te kunnen maken. Ik weet niet of dat heel erg is, maar ik ben gewoon ook dol op tutten. Dus, nou goed. Nou, dat was dan de me-time tag. Ik tag heel verrassend Sanne en Teske. Ik hoop dat ze hem gaan doen. Lijkt me heel erg leuk. En ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Je kan je hier abonneren als je meer van mijn video's wil zien. Ik upload op donderdag en zondag. En dan zie ik je heel graag de volgende keer weer. Doeg!